Ja, ik ben met de pedestrian mobile installatie bezig. Even aan het solderen hier. Het is prachtig, mijn kat is er ook bij en die is geweldig nieuwsgierig naar, is ze altijd geweest, soldeerwerk. Als ik aan het solderen ben, dan zit ze er met haar neus bovenop. Nou, ik heb 3 van deze dingen inmiddels. Ik had er eerst 2 en eentje waar 2 cellen in zaten. Maar dat bleek niet genoeg te zijn, dat was dan net te krap. Die apparaten die gaan bij 11,5 volt, net daaronder gaan ze al vervelend doen, dus werken ze niet meer betrouwbaar. Dus heb ik, ik had nog een pakket van 4, dus ik heb er zo eentje gepakt. Maar met 12 was het echt te veel. Ik zit hem te dicht bij de 16 volt, wat het maximum is wat de apparaten mogen hebben. En ik zit dan bij een volle accu net onder, misschien net boven. Dat vind ik niet zo'n fijn idee, vooral met de eindtrap, als je wat misaanpassing hebt of zo. Hij zou 13,2, 13,4 volt moeten zijn. Ik weet niet hoe vol die batterijen zijn. Dit zijn wel accu's die je meteen kunt gebruiken. Die worden volledig opgeladen. Heb ik een hele kleine ontlaadstroom. Maar die worden volledig. Maar goed, voor de zekerheid heb ik er nou maar een metertje op gezet. Want een van die apparaten ging buiten de band zenden als die te weinig spanning kreeg. Dus die pakketten die zijn geweldig, want op elk zit een schakelaartje. Dus dat is lekker veilig dat je niet met al die draden zo in je tas kortsluiting krijgt. Dus als ik dit schakelaartje omhaal, dan zou de meter moeten uitslaan. En dat doet hij. Ja, ik heb ooit een keer een aantal van dit soort zeer luxueuze meters gekocht. Die gebruik ik echt overal, ik geloof dat ik er 4 of 5 van heb. En die zijn echt heel geweldig, want die kun je op voedingen zetten die je tijdelijk even in de gaten wil houden. En je ziet het is 13 volt precies. Dus dat is gewoon ruim boven de 12. Dat zou goed moeten zijn. Ik weet niet hoe ver ze opgeladen zijn. Dus iets uitgebruikt en ze zijn nog nieuw. Dus ik heb ze zelf nog niet geladen. Complicatie is wel, ik heb een oplader voor, voor 10 cellen. En niet voor 11 of 12. Dus ik moet 1 accu moet ik apart laden. Dat is niet ideaal. Dus ik denk dat ik die lader, of dat ik die accu roleer met. Dus dat ik elke keer een andere pak, dat ik er maar even bij hou. Zodat ze allemaal toch uiteindelijk zij het cyclisch op dezelfde manier geladen worden. Want dit is toch wel belangrijk voor batterijen. En bovendien, ik heb geen lader waarin er maar eentje kan. Dus ik denk dat ik er dan 2 uitpak. En die in een lader van 2 stuks stop. En die andere, wat zijn het er dan, 9 geloof ik, hè? Met die andere lader die ze dus die 9 in één keer kan laden. Dan hoef ik ze niet te verspreiden over heel veel laders of over heel veel tijd. Want dat is ook nog zo'n dingetje. Maar goed, ik zou dan nu portabel moeten kunnen. Hoop ik. En ik heb al verloopstukjes van die verschillende, ik heb voor de oplader. Maar die verschillende apparaten hebben ook nog verschillende pluggen. Dus ik heb daar dan weer een verloopkabeltje voor die TR-USDX. Die een kleine connectortje heeft. En ja, de lader die past hierin in dat ding. En dat verlengkabeltje gaat ook in deze connector. Dus, nou ja, we gaan het meemaken. Dan moet ik daar nog wel een kortsluitkabel. Daar had ik ook wel een Croco-Doco-bekje voor nemen. Ik heb net van die nieuwe Croco's gekocht. Die oude die waren nogal versleten. Die waren volgens mij ook al 25 jaar oud. Dus ja. Mag dan ook wel een keer, hè? Maar het koper van het draad, dat was niet meer echt koperkleurig. En ze waren ook niet echt dat ze nog heel stevig vastgrepen. En het rubber, dat was helemaal verteerd. Nou ja, ach ja, veel gebruikt. Nou, ik ben blij dat ik zover ben. Ik heb het dekseltje erop doen, even dicht en schroeven en klaar. Ik zoek nog naar een meer definitieve oplossing met minder elastiek. En minder dradenzooi, maar goed, dat gaan we nog meemaken. Topgekope soldeerboot nadat hij duurder in de fik was gevlogen. Ik heb ook een betere.